de gans gebakken. Zeker en blond. Geluimbestuurd. Zullen we op de set? Wat maas van die? En de bandit? Want hoe is hier een bandit? Met die restuip op maat. Ik wil niks aan meneer Perrin. Zo'n labbekak deed dus een appartementenkenheid. Ik werk op het ministerie van de Agricultuur. En ik ben muzikant, amateur. Ik speel heel wat instrumenten. En ik componeer uw kleedjes voor met amuseren en voor de mensen te doen lachen. Als hoe zijn gebouwen, hè. Hoe dat uit om onnieuw ding paas. Als we een monnikje goed kunnen lachen in het leven, hè. Just. En zingt in dat stuk? Ah, wel, ja. A cappella zelf, hè. Dus het is een schuurleken? Het is een schuurleken. Ah. Ja. En heb jij dat zelf geschreven? Nee, ik heb het niet geschreven. Ja. Wel, dat is een vertoeling van Claude Lammes. En te voile zit van u gekeken, hoor ik maar op pompom naar buiten. En direct stop! Meneer Perrin, je zet hier wel op de radio, hè? En hiervoor wel een gebruiken, alstublieft. Scheelt er niet, wil de man niet pakken. Ja, maar dan. Ik heb het voor zo gezet, niet om deze. Ik speel de rol van Lucien Chevrel. En wat is dat voor een rol? Dat is, ik ben dus eigenlijk het kopineke van de cambrioleur van de bank. En we hadden ons verstoppen in het appartement van zogezegd naar Labakak. En ik werd op de Labakak verleefd, op Antoine Perrin. Ik heb mooi gewacht voor wat er hier gebeurd is. Schandalig! En zijn jullie content van de coiffeur? Vinden wel mensen niet, maar ik heb nog de bigodise. Motorno valt dan nog wel mee, vind madame Motorno. Gaan we er best mee? Koga. Ben jij 120 kilo en het appartement niet als busje vol? U kan nog juist een mandolin maken. Probeer het. Wel, ik. Ga. Ja, vanavond. Ik heb toch een Roger. En de muziek komt van Paul Michiels. Paul Michiels? Absoluut. Van Sols is dat? Absoluut. Daar heb ik de muziek van geschreven. En dan heb ik ook nog een instrumentaalstuk erbij gemaakt. Ik werk ook dan ook. Dat is dat stuk. Hier is dat weer geen concierge. Romantische komedie. Gangsters zoeken een schuilplaats en ze vinden dat in een appartementje waar een vrijgezel woont. Ik doe een principe en zij zorgt dat het bloed wordt malaakt. Is Fernand de vampier? Hier al niet, ik moet een beetje mee. Allee, alles is onder controle. Mag ik mijn eigen op een einde? Ik ben de reporter van de Radio Brussel. En moet je dat doen vuizen maquilleren? Wel, ja, ik heb nogal een klein beetje een grijs hoer, dat man in Haverdum, en ik probeer dat een klein beetje weg te werken, zie je het? Dat ja. Ik toch een beetje, als ik bij dat jonge madammetje stil kom, ik toch niet overkom als een halve pijn. Oh, en op een klein toefeltje, 7 euro petit déjeuner, deze toe te wachten. Wat je me zo doet, dat moment, en je team krijgt er ook bij. Maar dat speelt ook al lang tegen moeten. Ja, ik speel al heel lang tegen moeten natuurlijk. Hè. Dat is maar 12 of maar 13 uur bij het BVT. Mm-hmm. Al een gele tijd. En wat voor een rol speelde na? Een reporter van Radio Brussel. Dus die meneer Perrin komt uitrolokeren. Nu iedere tap, maar we gaan alleen zingen in onze show van Radio. Oh, is dat niet tof voor u? Omdat hem niet de prijs gewoon uit mij leken. Ik weet niet dat het tragisch te leken is dat hem gezongen had op zijn, dat weet ik niet. Hè. Maar in elk geval uit de eerste prijs gewoon. Pas op, de prijs zie je. Pilletjes, voor mijn let. Juist op tijd. Oh, pas op, je moet er nog in blauwen. Dat zou toch niet zijn wat te stikken als je dit onheid. Voilà. Mijn peignoir. Ben goed, mijn peignoir. Heb jij het wel de permissie gegaan om mijn kleren te versluiten? Ah, tof.
Ik kan me zeggen, maar ik vind dat fantastisch stuk. Zo ken ik het! Nog niet. En wat vinden we van haar rol? Wat voor een rol speelde? Ah, ik speel Fernand. Zit dat zeker? Is het normaal dat je zegt? Nee, en ik. Antoine? Ik ga de masker niet naar hebben. Een masker? Moet je dat doen? En dat is nogal een madame met ballen. Met ballen? Ik heb dat geen. Wat dat goed is! En het zal haar een beste dag niet zijn. Van bocht in plek. En het zal haar een beste dag niet zijn. De rol van Pekin, hè. Ja, maar we hebben het nog niet vuil, hè. Inspecteur. Rapporteurs! Ik weet niet wat er door mij was, zeg ik. Het is toch schuur, hè. Inspecteur. Ja, de inspecteur van politie die in het eerste bataillon doet. Ze dat alles in het eerste bataillon thuis hoort, dus het is niet moeilijk. Inspecteur Mege. P. Kine. Zijn er een andere tijd dat wij het appreciëren? Je staat schuur. Dat is mijn eigen moeder. Nog één dan meug. Nee, want ik smeer geen pap en ik los mijn kans niks op terwijl Megre alles oplost. En normaal Megre was geen cocu en ik wel. Natuurlijk, Megre wist het maar geen net. Ik kuik net. Want meestal is dat zo. Eén iemand die cocu is, weet niet dat het een cocu is. Als we nog een keer geur kunnen lachen, hè. En wie dat beste lacht, dat zal de beste niet zijn. Nee. Dat is niet moeilijk, want ik ben al in alles weggespeeld en was ik altijd een cocu. Dus. Dus maar we zijn dat ik een maar ja, natuurlijk. Ik zei, maar een smikkel van cocu in mijn eigen schiet. Dat is zo, hè. Dus het heeft geen belang of ik een inspecteur ben of een bandiet, als ik maar de cocu kan spelen. Hè. Dat is op, want die is te zien, zal ik niet zeggen, maar hij is vriendschuldig. Wat is het tof stuk? Het stuk zelf? Oh ja, vandaag is ja, als er een cocu tussen liep, dan weet je dat er altijd van alles te doen is. Voor mij om te lachen dat er anderen bij zich zijn op andere manieren en zo, want wat dan een cocu is, moet er gefrusseld worden. Oké, commissair! Zeg dan? Nikske, heb je vijf van plakken? Van plakken? De graaf, dat bleef! En dus in thuis stuk werd er gefrusseld op alle manieren. Belle! Het is hier super! Ik wou een surprise gedaan. Voilà. Mag ik mijn eigen op een eind doen? Voilà. Maar een peignoir. Nee, goed, nee, maar een peignoir. Wie heeft er aan de permissie gegaan om mijn kleren te versluiten? Amai. Wat stond in die eerste blad? Wel, eigenlijk, ik heb twee noemen. Ik zeg niet Germán licht, te noemen ze direct. Wat dan zeggen Gustaf? Ah, ik spel Gustaf. Voor het moment natuurlijk Gustaf, ja. Bah, zeg ook ik als een schuurkoesje pikjes, hè. En graas, hoe zeggen ze de voile gaat niet op? Hallo? Maar is dat een plezant stuk? Ja, dat is dus in verbeen, hè. Zullen we het precies vuil leggen? Antoine, alstublieft. Geloof dat toch aan het plakkaar niet zien, hoe je mijn vader dus kent. Doe ze dan eens zieken, dus. Vaak op zijn naartje net. Precies, ja. De rust wil een beetje, het is een beetje plezant, want na Parijs toch een beetje een labbekek, zo zou ik zeggen. Schilder vindt, wil de man niet pakken? Ja, madame. Kijk, voor zo gezet niet om deze. Dus hij is wel een beetje komiek, maar... Ja, het wordt minder komiek, want jullie gaan niet gecalculeerd dat we een agent in het gebouw winden. Oh, ga zo naar dat terrein en ik schaap aan de radio! Ga weg! Je liet op het er niet! Kom jongens, dus serieus niet zijn gehaald. Dat is goed, dat is hem, de agent. Zeker laag en blond! Kom er allemaal bij, laat het worden. Oh, wat dacht je toch? Kom niet klogen dat je geen een bal hebt. Uiteindelijk ontstaat er een romance tussen het liefje van de gangster en degene die dat appartement bewoont. Schilder vindt, wil de man niet pakken? Ja, madame. Maar kijk, voor zo gezet niet om deze. Iets dat klikt en dat groeit tot iets moois en liefde. En daarnaast heb je natuurlijk alle ingrediënten van de klassieke komedie. Ja. Ja. Hoe laat, jongen?
vuurkerels. Hé! Vergoed de boter. Ik hoop ze. Maar ze was schild. Allee, joh! Wat dan? Ah! Ieder zegt dat ik kappa in twee. Koekje! Ja! Ik heb al leven jarenlang op zaak gezet. Maar na is ze via. Leg hier maar niet. En als ze een mitraillette? Ja, dan zit met deze met die jaren lang te moed. Het gaat swingen, het moet swingen. En hoe is het nou met je hart? Als dat weet je, madame. Het is net niet het moment voor jou voor mannen te klappen, hè. Bon. Maar dan precies alsof dat kiekje voor de eerste keer binnenkomt. Je hebt mijn dood nog nooit niet gezien. Ah, als je goed dan. Je hebt mijn dood nog nooit niet gezien. Verstoen. Zeg het verstoen. En dat is weer de eerste keer dat we in Brussel gezongen hebben. Dat is romantiek, hè. Romantiek en lach. We missen het toch, hè? Voilà. En hebben we dat gebracht. Je ziet, je zit hier nog vol, hè. Dat is zo schoon, dat heb ik daarmee. Dat is hier schoon. Dat is hier schoon. Ja, ah, hier, hoor. Nee, maar het is zo. Kom dat niet terug, hè. De mensen van de kwamen dus goed te kennen. Ik vind dat de vrouwen goed in de hele wereld van de zijkant. Ik vind dat het wel goed is. Ik vind dat het wel goed is. Ik vind zeker, dat ik de gelegenheid heb gekregen om de muziek te worden beschrijven. Aanraden aan iedereen. Dan zeggen we vast even komen zitten. Dat is een klassiek, hè, La Mont Blanc. En dat in Brussel timmen. Dus, allez, de chance, hè. Ja, ja, zeker. Dat is lekker. Als ik kon haar.